reageren. Dus ik was zo brutaal om haar de volgende dag een appbericht te sturen van... heeft u de uitzending gezien? En kunnen we daar eens over hebben? En toen kreeg ik een berichtje terug van... nou nee, ik heb het gemist, maar ik ga het nog wel even terugkijken. Toen dacht ik al van hier word ik afgepoeierd. Maar goed, toen heb ik de volgende dag gewoon weer een bericht gestuurd... en gezegd, nou, heeft u het inmiddels gezien? Of zal ik u even een linkje sturen? Ik denk, ik maak het wel gemakkelijk. en toen kreeg ik daarop weer een bericht terug. En dat eindigde toen met de zin van... als u nou verder nog wat wil weten... neemt u dan contact op met mijn woordvoerder. En vrij vertaald betekende dat gewoon... val me niet lastig, ik heb hier geen zin in. Ja. Wat zij zegt is eigenlijk, er moet meer onderzoek gedaan worden, hè? Ja, ik denk dat Farid Azarkan gelijk heeft als hij zegt van... Ja, Tweede Kamerlid van Denk. Ja, Tweede Kamerlid van Denk. Dat is de ultieme smoes om iets te saboteren waar je geen zin in hebt. En met die naderende verkiezingen die eraan kwamen... denk ik dat de VVD met name gewoon gezegd heeft... jongens, dit is geen goed verhaal voor ons... Als mensen dit nu te horen krijgen, 10.000, 11.000 mensen krijgen een paspoort. Dat helemaal legitiem is en eigenlijk ingebakken zat in de beslissing... om deze mensen een verblijfsstatus te geven. Ja, dat is iets wat er dan kennelijk niet meer toe doet. Je kunt ook zeggen, het is een controversieel onderwerp. En we weten bij een demissionair kabinet, en dat hebben we... een kabinet dat is teruggetreden, blijven dat soort zaken even liggen... tot we een nieuw kabinet hebben, dus komt dat goed? Nee, want dit ligt al 13 jaar. Ja. We zijn al heel erg lang aan het praten over staatloosheid. Joël Voordewind van de ChristenUnie, Maarten Groothuizen van D66... en ik wilde daar echt al wat in bereiken. Ik begreep wel dat dat ingewikkeld was. Want je wil natuurlijk ook niet een soort uitstraling hebben van... nou, als je staatloos bent, kom naar Nederland, hebben we een oplossing. Maar dit is een hele specifieke groep. Een hele specifieke groep mensen die ooit heeft gehoord... je mag hier blijven... En natuurlijk, ik heb ze daarom opgeschreven. Soms pak ik er even een blaadje bij. We hebben vluchtelingenwerk in 2014, de IND in 2015. Het WODC, die dus nu weer onderzoek moet doen, ook in 2015. En in 2017 de ombudsman. Weet je, ik denk dan ook even aan de toeslagenaffaire. Hoeveel onderzoeken moet je hebben? Hoeveel signalen moet je eigenlijk krijgen dat iets onredelijk is? Ja, Jesse, voelt het voor jou ook zo? Dat zeker. Ik wil op inhaken. Ja. Want, de Nationale Ombudsman was gewoon heel duidelijk. Er was gewoon een advies uitgegeven van... denk aan de belangen van jonge kinderen en jongvolwassenen. Neem dat mee en zorg ervoor dat ze gewoon kunnen meedoen in de samenleving. En dat is in 2017 gewoon genegeerd door Mark Harbers van de VVD. Toenmalig staatssecretaris. Ja, toenmalig staatssecretaris. En het is de afgelopen 10 jaar... gewoon vanuit de VVD gewoon tegenhouden. Ja. En ik hoop oprecht dat het dit keer nu wel er doorheen gaat. Want het ligt een motie. Zorg ervoor dat dit gewoon wordt uitgevoerd. Ankie Broekers-Knol, ik hoop dat u kijkt vandaag. Doe hier iets aan. Ik zal er morgen weer even hebben. Mevrouw van Torenburg, u gaat de Tweede Kamer verlaten. Wat betekent dat voor de opstelling van het CDA? Ik denk dat we gewoon de lijn volhouden. Want dat is ook altijd onze lijn geweest. Je mag best kritisch zijn op wie hier komt. Maar mensen die hier zijn moeten alle ruimte krijgen om goed mee te doen. Dat willen we juist met elkaar. We willen juist trots zijn op mensen die nieuwkomer hier in Nederland zijn. En vervolgens echt, dat ze officier van justitie kunnen worden. Hoe heerlijk is dat? Dus laten we dat omarmen. En mijn partij gaat daar absoluut mee verder. Juist omdat we willen dat mensen volledig mee kunnen doen. We willen geen tweede. Met de toeslagen.